Het is vandaag vrijdag 10 mei en ik ben in Burghaamsteden in Zeeland en ik ga een wandeling maken. Het is de eerste wandeling. Meestal fiets ik altijd rondjes, grote, kleine. En ik ga een wandeling maken van ongeveer 20 kilometer vanaf hier helemaal door de duinen langs het vliegveld, over het strand van Westerschouwen. En dan gaan we weer terug en gaan we kijken waar het gaat worden. Het zal een graad of 15 worden. We gaan verkeerd, maar kijk eens. Natuur is al mooi hier. Allemaal mooi groen. Ik ben extra vroeg op pad gegaan. Volgens mij was het 8:15. Houdt in dat ik weinig mensen tegenkom. We horen alleen maar vogeltjes fluiten hier. Dan kom als ik vroeg ben natuurlijk. Hier naast mij gedeeltes van bunkers van vroeger. Ik denk dat ik er waarschijnlijk wel een paar meer tegenkom. Dan gaan we hier langs het wandelpad, Slotbos. Nog niet eerder geweest. Gaat een beetje omhoog en dan gaat een beetje omlaag. Maar dat was te verwachten met deze. En die kant gaan we op. De honden komen eraan. Ik hoor een specht, maar ik zie hem niet. En dan komen we hieruit, achter de camping. En dan zijn we goed. Ik zag een hekje staan. Ik denk, hé, daar kan ik niet langs. Maar het mocht wel. Brandnetelpaadje. Maar goed dat ik een lange broek aan heb gedaan. En dan linksaf. Achterlangers. Kijk, het is nog steeds zonnig en rustig. Ik heb nog steeds geen externe microfoon, ik heb hem bij me. Maar het is zo rustig hier, je hoort alleen de vogels fluiten. De meeste mensen liggen nog op één oor. We hadden een beetje gereguleerd. We gaan hier rechtsaf. Kijk, en daar kun je dan de eieren uit halen. We gaan Burghaams hier uit. Het goede is hier links. Dat zien we straks wel iets beter. Zweefvliegveld. Het is nog te vroeg. En de toren op de achtergrond, de vuurtoren. Oh. Jullie kunnen zien, heb ik al een jasje uitgedaan. Het was toch wel warm. Op de fiets is een jasje wel lekker, maar zo met wandelen wordt het toch al warm weer. Dus heb ik uitgedaan nu naar een paar kilometer. Ik denk ook niet dat ik je vandaag nog nodig heb. Deze kant lopen we helemaal uit. En aan het einde gaan we links. Dan gaan we richting het strand. Ja, we moeten nog een opping komen. Mooi. Hier boven nacht is een boot hier het strand weer herhaling. Wild, kijken of ik vandaag wild tegenkom. Als het goed is, ga ik hier zo meteen rechtsaf. Als het goed is, neem ik een paardje 11. En langs het strand. Gaan we weer terug. Kijk, als het goed is kun je achter me zien dat daar de duinen zijn. Daar ga ik naartoe. Die loop ik over en als het goed is kan ik langs het strand lopen een stuk.
en gaan we de duinen weer terug. Wilde bijen. Kijk, en daarachter is helemaal het strand en daar moet ik zijn. Hier gaat het naar beneden. Je ziet er wel, je bent niet zo 1, 2, 3 bij de zee. Zo lekker rustig hier. Heerlijk. Daar hebben we de zee. Dan gaan we kijken of we langs de waterkant kunnen lopen. Zo te zien kan het, want het is vloed of nee, eb. Breedste rand. Ja, we zijn al bij 11. Dat is goed, dan gaan we helemaal door naar 9, dacht ik. Morgens. En dat was Bo R. van de Horens. Kijk, hier moeten we dan weer op. Het is gesloten, zie je dat? Dus daar kan ik helaas niet door. Dus dan moet ik een andere weg zoeken. Dus we moeten over een andere weg gaan zoeken. Want ik mag niet door het pad in verband met broedseizoen. Ik snap het ook wel een beetje. Maar ik vind het wel jammer. Ik moet kijken welk pad dat ik anders heb. De kikkers. Dit wou ik lopen. Maar dit is afgesloten. In verband met broedseizoen. Voortijd geweten had ik nog een stukje langs de duin gelopen, maar helaas. We gaan kijken. Hier hebben we de vuurtoren, wat niet de planning was. Kijken of we nog een fotootje kunnen nemen. Zo. Ik heb het een beetje bekeken, maar er is geen uitgang die teruggaat via het vliegveld. En dan kom ik helemaal verkeerd uit. Dus ik ga gewoon dezelfde route een stukje terug. Ik weet niet hoeveel kilometer dat was. Maar ik ga dit stukje weer teruglopen via het strand. En dan pak ik de eerstvolgende die dan weer tussendoor gaat. Goedendag. Nee, je moet hier niet zijn, je moet daar zijn. Goed zo.
wij moeten verder. Misschien hebben we op onze route terechtkomen. En daarachter had ik. En daarachter zie je de vuurtoren. Daar door de duinen had ik helemaal moeten lopen, maar dat was afgesloten. En nu ben ik hier. Kijk, ik ben nu hier. 7. Hier ga ik naar binnen toe. Als het goed is, ga ik hier op en dan gaat mijn route verder die kant op. Maar ik had eigenlijk bij 8 hier helemaal tussendoor gemoeten. En dan vanaf hier deze kant op, maar dat is allemaal afgesloten. Toen dacht ik dat er via deze kant nog een weg was, maar die was er niet meer. Via een bewoner, die zegt dat ik beter terug kon gaan. Dus dat heb ik ook gedaan. Dat is natuurlijk ook wel een mooi pad. Maar de andere was echt door de duin en had je een gewoon pad, zandpad. En niet zoveel duin zoals dit. Dit is aardig vermoeiend. Vooral als je het niet gewend bent. En dat ben ik dus niet. En dan heb ik wel een weggetje wat er goed is. Het ziet er mooi rustig uit nu. Als het goed is, kom ik zo meteen op een plek waar ik mijn route terug kan vinden. Als het goed is, we houden het hier rechts aan. Dan moet ik zo meteen op mijn pad terugkomen en dan ga ik linksaf. Kijk, normaal gesproken was ik daar weggekomen, helemaal. En via deze route. Dit is de route die ik gepland had. Hier gaan we weer verder. Allemaal plekken waar ik nog nooit geweest ben. Ook niet met de fiets, dit ook niet. Omdat je vaak denkt dat het mountainbike routes zijn, ga je niet met een gewone fiets. Het kan wel, zie ik wel. Hier heb je een schuilhut. Een boom, even kijken. Dan moet hij deze kant langs. Dan gaan we links omlopen. Kijk, daar mogen de steen toegangers naartoe. We gaan die kant langs. Even een bankje zoeken. Is het, die toer heb ik niet gezien. We hebben natuurlijk ook allemaal Duitsers, heel veel Duitsers die hier zijn. Kun je op de campings ook zien, heel veel lidborden. Heb ook vakantie, hemelvaart. Als het goed is hebben hun dan met hemelvaart vaderdag. Zover ik mij kan heugen. Maar dan even kijken op de navigatie of die wel helemaal goed doet. Je heeft af en toe zijn eigen willetje. Dat is niet de bedoeling, maar het gaat gebeuren. Maar voor de rest gaat het helemaal goed. Ik hoop dat je helemaal plezier hebt straks. Film kijken. En even abonneren. Dat zou mooi zijn. Kost verder niks, is gratis. Een duimpje omhoog, zo. Wordt iedereen blij van. En dan weet ik ongeveer ook als er commentaar gegeven wordt, wat ik meer of minder met de film moet doen. Bedankt. En we gaan die kant op. Ik kom niet dat je hier ook weer een bordje neer hebt gezet van het broedgebied, want dan loop ik vast. Nog een keer weer helemaal terug. Nee, ik helemaal staat een bord voor. Die staat die kant op. Oh, of niet? Is dit niet het kustpad? Ja, het is niet van dit kant. En moet kijken of we even een omgevingje mogen zo meteen kijken of hier zo meteen rechts af kunnen. Nee, dan gaat het gewoon door.
mooi. Nou, dit stuk is wel weer goed. Oké. Bijen kunnen steken. Die zou bij Slot Haamstegen moeten zijn. Nooit geweest. Dat is weer het voordeel als je wandelt, hè. Kom je plekken waar je normaal niet terecht komt. Rustgevend. Altijd een beetje oppassen met de gladheid hier. Het loopt iets schuin af. Voor je weet ligt hier het water. Het is een mooi terrein. Het is ook rustig. Af en toe zie je wat melmelaars. Echt mooi. Laat het even zien. Kijk die kant op. En daar ga ik ook heen. We kijken waar we uitkomen. Ik heb mijn laarzen niet meegenomen. Ik had geen regen verwacht hier. Terwijl geen plassen. Ik denk dat ik hier boven mijn langs ga. Ondanks alles kom je toch nog weer wat poeletjes tegen. Waar al mensen wegen weggetjes voor mij hebben gemaakt. Maar... Kijk, we kunnen meer van dit soort dingen tegenkomen. We gaan het wel een keer gewoon de wereld weer terug zien. Dus dan lopen we even iets buiten omheen. Maar wel mooi. Maar je moet hem eindelijk eens een keer verlost zijn. Naar een Mullenzand. Ik heb al zoveel te vinden Mullenzand gezien. Door de duinen. Dit hier een slot Haamstede. Voor mij is het alleen een gebied Haamstede. Maar ik heb nog geen kasteel of andere dingen gezien. Dus. We hebben een klein kijktorentje. Kijken straks van boven wat meer zien. Dit is vanaf het uitkijktorentje. Je kunt er niet overheen komen, boom zijn de hoofd daarachter. Helemaal achterin zie je de vuurtoren. Daar helemaal achteraan. Spits. En we gaan hem steren. Au. Oh ja, dan kun je van daar ook kijken. In de bunker. Ja, het is allemaal afgesloten. Waarom het slot van Haamstede? Ik heb geen slot gezien, geen kasteel, geen ruïne. Het enige wat ik gezien heb was van vroeger de bunkers. Die waren allemaal dicht. Dus daar konden we ook niks zien. Dus ik denk dat van vroeger het slot gegraven waren. Hallo. Ah, daar zien we de molen.
en Burghaamsteden weer. Burghaamsteden. Ik denk dat het ongeveer 25 kilometer geworden is, alles met elkaar. Ik moet nog even bekijken voor hetzelfde geld was het meer. Het enige wat een beetje lastig was af en toe was het mulzand. Daar hebben we heel veel mulzand van. Dat had je nog in de duinen, dan ging het nog wel. Maar je had het ook overal tussen de paren in de bossen. Dat was allemaal goed te doen, alleen je hebt omwegen nodig gehad. Er waren paren afgesloten in verband met het broedseizoen. Dus ja, dan scheelde weer een paar kilometer omlopen en keuzes maken naar aanleiding van mensen die vertelden dat je beter dit doen of beter dat doen. Dus dan ben ik maar weer opnieuw naar het strand teruggelopen toen. En het scheelde gewoon 3 kilometer, maar het is uiteindelijk wel goed gekomen.